Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van dinsdag 30 mei. Nog steeds zitten veel inwoners van Valkenburg en Schinnepgeul in zak en as na de overstromingen van 2021. Daarom is er nu de stichting Samen tegen wateroverlast opgericht om aandacht te blijven vragen. De stichting wil ingrijpende en structurele maatregelen die een herhaalde kans op overstroming doen terugdringen. We hebben maatregelen bedacht, we hebben erover gedacht om en ook geadviseerd aan instanties om de hele zuidkant van de Geul vanaf Valkenburg-Oost, zeg maar heel stroomopwaarts, om daar ook die weilanden uit te graven en te gebruiken als inundatiegebieden, waardoor de Geul bij zware regenval kan uitstromen, het water vastgehouden kan worden via stuwen en dammen en als het droog is ook weer verspreid kan worden over het gebied dat er is. Er zijn nu weilanden waar geen koe in graast, wat dus makkelijk zou moeten kunnen in ieder geval. Het is niet de eerste keer dat Valkenburg last heeft van wateroverlast. De watersnoodramp in 2021 was toch wel erg extreem. Bij mij thuis was het 2,30 meter, dus de hele achtertuin en het hele gebied stonden vol, plus nog 30 centimeter in het woongedeelte. En 20 centimeter gewoon in een kelder is wat anders dan 2,30 meter. Ja. Dus met een hevige regenbui, dan liggen heel veel mensen weer wakker, maar dan zien ze het hele gebeuren weer voor zich. En kijk nu naar Italië en Spanje, wat daar weer gebeurt. Ja, het kan ook wel morgen gebeuren. En wat dan? Wat is er dan gebeurd? Totaal niets. Verschillende instanties hebben samengezeten om tot een oplossing te komen. Met stichting Samen tegen wateroverlast wordt er ook voor gezorgd dat inwoners inbreng hebben. Die instanties hebben hun plannen gepresenteerd waar ze mee bezig zijn. Het waterschap, provincie, gemeente, noem maar op. Maar ja, dat is allemaal, moet samen gaan. En we willen er ook als inwoners inspraak in hebben en meedenken. Want wij zijn natuurlijk wel gewend om met dat soort dingen om te gaan. Dus we vragen ook om naar ons te luisteren. De Zuid-Limburgse brandweer is vanochtend vanuit Vaals gaan helpen bij het bestrijden van een veenbrand in de Ardennen. Dat meldt 1 Limburg. De brand woedt op Belgisch grondgebied tussen de grensplaatsen Monschau en Roetgen, vlakbij de Duitse grens. Samen met Duitse brandweerlieden assisteerden ze bij het creëren van een stoplijn in nat gehouden strook om de verspreiding van het vuur te voorkomen. Dat bevestigde een woordvoerder van de Zuid-Limburgse brandweer. De brand is onder controle, maar heeft 170 hectare natuur getroffen. Winkels die tijdens de dodenherdenking in Valkenburg open waren en daar geen heffing voor hadden, mochten niet open zijn. Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van partij VSP. De partij constateerde dat niet alle winkels gesloten waren en trok daarom aan de bel bij het college. Het college heeft vervolgens contact opgenomen met de desbetreffende winkelier. Die heeft aangegeven zich in de toekomst aan de regels te zullen houden. Daarnaast gaat het college en de BIZ, de overkoepelende organisatie van ondernemers, winkeliers op de hoogte stellen, zodat zij de sluiting op 4 mei kunnen communiceren. Vanaf juli gaat er actief gehandhaafd worden in de blauwe zone rondom het winkelcentrum in IJsden. De gemeente gaat daar extra controleren omdat er te vaak te lang wordt geparkeerd. Dit langdurig parkeren zorgt voor een verminderde beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor bezoekers van het winkelcentrum. In de blauwe zone is de maximaal toegestane parkeerduur 2 uur als een parkeerschijf wordt gebruikt. Indien nodig zullen boetes worden uitgeschreven om naleving van deze regels te waarborgen. En dan nog het weer. Woensdag is het zonnig met hooguit enkele stapelwolken. Het blijft droog. De temperatuur komt rond de zomerse waarde van 25 graden te liggen. In de nacht wordt het niet veel kouder dan 12 graden. De wind komt nog steeds uit het noordoosten en is matig van kracht. Donderdag is het iets koeler bij 20 graden, maar is het ook weer zonnig en droog. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. De wind is matig uit het noordoosten tot noorden. Vrijdag wordt het weer wat warmer bij 22 graden. Ook dan weer veel zon. De wind is matig uit het noordoosten. Het weekend verloopt zonnig bij temperaturen rond de 24 graden. En tot zover het Heuveland nieuws. Zometeen na de reclame kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Heuveland Bekeken, Memorial Day. Met daarin het verhaal van Bill Evans. Moran was born in Nebraska and attended the U.S. Military Academy at West Point. He graduated in 1942 and married my mother. In September of 1944, he came to Europe as a part of his division, and he landed in Cherbourg and then fought overland to Halle in what was East Germany. And he was killed in Halle on
April 14th of 1945. En ik wens je nog een hele fijne avond.